Pensioenakkoord, politiek dynamiet. Goeiedag, dit is DFT Vandaag. Vakbonden en werkgevers hebben na jaren onderhandelen eindelijk een pensioenakkoord. DFT-verslaggever Martin Visser wist op het conceptakkoord van vakbond FNV en werkgeverorganisatie VNO-NCW beslag te leggen. Ja, Martin, welkom. Er gaat heel veel voor onze pensioenen veranderen. Laten we even de belangrijkste punten doornemen. De AOW-leeftijd. Ja, die ging ja. heel snel omhoog en nu een stukje langzamer. Ja, dat is althans het voorstel. Dat is iets wat de FNV heel graag wil. Nu gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021. Dat ziet al heel snel op. En zij grijpen terug op veel oudere voorstellen waarbij pas in 2025 het moment wordt bereikt. En zij willen dat na die tijd de verdere stijging van de AOW-leeftijd veel meer wordt afgezwakt dan dat nu in de plannen zit. Ja, is dat een redelijk eis? Nou, kijk, het is wel zo. Ook bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, dat wel heel voor deze maatregel is, omdat het economisch verstandig is, zegt wel, ja, de huidige ouderen hebben zich misschien wel slecht voor kunnen bereiden. Misschien gaat het allemaal net even te snel. Maar nu vragen ze wel heel veel van het kabinet, hoor. Ja. Pas in 2025 die 67 jaar en daarna ook nog een vertraging. Het is wel heel veel gevraagd. Ja, heel even kort. Dat betekent dat er minder snel bij gespaard hoeft te worden. Ja. Is dat dan weer een voordeel dat we wat meer onder de streep overhouden? Nou, zeker. Het eerste doel is niet zozeer dat. Ik bedoel, dat is een soort bijvangst, zeg maar. Het eerste doel is vooral om te zorgen dat de huidige oudere werknemers gezond de eindstreep kunnen halen. Ja. Daar zit de zorg van de vakbeweging. En het heeft inderdaad ook impact op onze pensioenen. Want het duurt het langer voordat je dat pensioen moet opbouwen. Ja. Hey, even, we gaan snel door. Het persoonlijke pensioenpotje. Dus die individualisering, dat mensen meer zelf regie erin krijgen. Daarin heeft de vakbond wel zijn zin gekregen. Die gaat er helemaal uit. Ja, en ik denk dat de werkgevers dat ook niet zo heel erg vinden. Werkgevers willen maar één ding. Die willen gewoon zekerheid over de premie. That's it. Ja. En als dat erin zit, dat zit erin. Dan vinden ze het waarschijnlijk allemaal verder wel best. Even heel generaliserend gezegd. Maar voor de vakbeweging, met name voor de FNV, was het was een persoonlijk pensioenpotje moeilijk te verkopen. Dat wordt nogal een clash met het kabinet. En dat staat letterlijk in het regeerakkoord dat moet komen. Ja. Dat betekent dus geen keuzevrijheid. We mogen niks zelf beslissen. We mogen niet beslissen welk risicoprofiel wordt belegd. Geen cafetaria-model. Nee, we kunnen. Dus het is allemaal collectief. Dat is reuze solidair. Maar het wordt allemaal voor jou besloten. Volgende punt. Het casino. Pensioen, daar heeft de vakbond op in moeten leveren. Dat is een heel belangrijk punt voor ze. Ja, en we hebben het in de krant ook bewust casino-pensioen genoemd, want dat is namelijk de FNV-term zelf geweest. In een veel eerder stadium, voordat er heel veel gesproken werd over het individuele pensioenpotje, lag er een model op tafel dat er nu min of meer uit is gekomen. En toen werd het nog afgewezen door de FNV. De FNV is bijna omgevallen vanwege de interne ruzies hierover. En dat heet een casino-pensioen. Wat betekent dat? Nu is het zo dat we een pensioenbelofte krijgen. Ons wordt een bepaald pensioen in vooruitzicht gesteld, 7% van je salaris. En daar wordt dan de premie en beleggingsbeleid op aangepast. Het is gebleken dat die belofte niet veel waard is, want het bleek onbetaalbaar. En ondanks die belofte werd het toch gekort en niet geïndexeerd. Nu wordt het systeem omgedraaid. De premie die je inlegt, die is vast. Dat vinden de werkgevers fijn. Ja. En welk pensioen daar aan het eind dan uitrolt, dat moet je dan maar afwachten. Ja, dat betekent eigenlijk toch eventjes tussen neus en lippen door dat mensen het beste wel toch iets kunnen bijverzekeren. Maar dat is een individuele keuze. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. ZZP'ers, dat is toch een belangrijk element. Want de ZZP'er, dat is een ontzettende groeiende groep in Nederland. Ja, je zei het al. Het is collectief. Ja. Verplicht. Ja. Bam. Zeker. Ja, dit akkoord is een beetje lucratief over de ZZP'er. Want het begint ermee dat het heel goed zou zijn voor de ZZP'er als ze ook iets opbouwen. Daar kan je op zichzelf nog niet op tegen zijn. Dus ze kunnen dan vrijwillig mee gaan doen aan het collectieve pensioen. En naarmate je dat akkoord verder leest, komen er allerlei voorstellen over hoe vrijwillig dat eigenlijk is. En dan blijkt het behoorlijk verplicht te zijn. Mes op de keel. Ja, dus er zijn allerlei suggesties worden gedaan voor hoe je een ZZP'er kan verplichten deel te gaan nemen aan het collectieve pensioen. En mogelijk dat ze dan een soort uitstap mogelijkheid krijgen, een opt-out clausule, maar mogelijk ook niet. Dat wordt nog in het midden gelaten, maar de beweging is duidelijk. ZZP'ers moeten massaal het pensioensysteem worden ingeduwd, of ze het leuk vinden of niet. Nou is dat niet alleen maar negatief, want er zijn zat ZZP'ers, en die kennen wij ook allemaal, ook vanuit de journalistiek. Ja, mijn huis is mijn pensioen, of ik zie het wel, en ik heb nu het geld er niet voor. Ja. Het is op zich wel goed dat er een soort van structuur komt.
Ja, nou, en de andere kant is, als ZZP'er zo in opmars blijft... Ja. Nou, opmars, dat klinkt alsof het net begonnen is, maar het is een enorme vlucht genomen. Het is al volledig volwassen geworden, dan wordt nog groter. Dan ondermijnt dat ook collectieve systemen. Ja, en als de sociale partners vinden dat dit allemaal collectief moet blijven... Ja, dan moeten er ook voldoende deelnemers blijven. Ja. Dat is ook het belang. En zeker als ZZP'ers massaal straks alleen van een AOW moeten leven... dat is ook geen goed vooruitzicht. Dus dat je er iets voor regelt is goed. Ja. Maar hier staan de ZZP-organisaties op hun achterste benen. Er wordt altijd gezegd, hè, van is er solidariteit genoeg tussen de verschillende generaties? Voorziet dit akkoord daar dan in? Ja, dat voorziet er zeker wel in. Je zal wel krijgen dat bepaalde generaties wat meer geluk hebben... en anderen wat meer pech met beleggingsopbrengsten. Ja, eigenlijk ook wel zo. Dat is nu ook wel min of meer zo. Alleen heb je nu officieel allemaal dezelfde belofte. Dus krijg je enorm gehakketak over van wie is dat geld nou precies. Ja. Ik denk dat gehakketak ook wel een beetje blijft... omdat je het niet echt individueel maakt. Ze willen tegenvallers op de beurs wel uit gaan smeren. Maar wat nog wel een adder onder het gras is... is dat in het akkoord gaan ze vanuit dat er zo snel mogelijk weer geïndexeerd kan gaan worden op de pensioenen. Dus de pensioenen worden aangepast aan de inflatie. Ja, de vraag is wat dat betekent voor de toekomstige pensioenen van de huidige jongeren. Ja, ja, daar zal nodig aan gerekend moeten worden hoe dat gaat uitpakken. Dat potje toch leger. Het heeft er alle... schijn en geur van dat dit vooral een akkoord is voor de oudere achterban van de FNV. Ik zou hier als jongere nog niet helemaal gerust op zijn. We hebben een reactie aan minister Koolmees gevraagd van de Sociale Zaken. Ik heb vanmorgen ook de krant gelezen. Ik heb net de Sociaal-Economische Raad gevraagd om een advies. Dat is er nog niet, dat wacht ik rustig af. En inhoudelijk ga ik niet in op alle signalen die vanmorgen naar buiten zijn gekomen. Als de CER niet aan boord is, dan hoeft u het niet te lezen? Nee, als kabinet hebben we gevraagd om een CER-advies. Dus werkgevers, werknemers en ook de kroonleden. Daar wacht ik rustig op. Ik denk niet dat het heel gedienstig is voor het proces dat ik allerlei inhoudelijke reacties ga geven. Er wordt ook gezegd dat er een vertraagde AOW-leeftijdsverhoging moet zijn. Heeft u daar geld voor over? Zoals ik net al zei, ik ga niet inhoudelijk reageren op wat er vanmorgen in de krant stond, in uw krant stond. Het stond in ieder geval in de krant, Martin. Ja. AOW leeftijd minder snel omhoog. Dan moet er gewoon... Ik weet niet of die potjes daar al in voorzien, maar er moet in ieder geval wat bij, denk ik. Nou ja, zeker. Kijk, het vertragen van die verhoging voor de komende jaren kost pak een beetje een miljard ongeveer. En als je ook in de toekomst die koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijdstijging... Ja. Als je die anders gaat maken, maak je hem ook duurder. Dat kost ook nog enkele miljarden voor de langere termijn. Kijk, dat geld is er in die zin wel dat we natuurlijk een begrotingsoverschot hebben. Maar goed, Koolmees moet dat bereid toe zijn. Koolmees moet daar nog overeenstemming over krijgen in een coalitie. En er komt bij dat het pensioenstelsel wat geleverd wordt, niet is wat het kabinet wil. Nee. Dus zij gaan wisselgeld betalen van een paar miljard voor iets wat ze eigenlijk niet willen. En dat is wel een groot dilemma voor Koolmees. Ja, ondertussen heb jij een vlieg op bezoek. Dus de insecten zijn nog niet helemaal uitgestorven. Dat geld is rijden. Tot slot, het conceptakkoord. Wat nu? De lichter. Ja. Je zegt dat het kabinet moet zijn oordeel gaan geven. Ja, dit is, wat gaat er gebeuren? Het is een enorm dilemma. Coalitiepartners houden een kaak op elkaar. De minister natuurlijk ook. Want die zitten daar natuurlijk mee. Van, willen we dit wel of niet? Want als we dit niet willen, is er niks. Dat is in die zin wel echt een dilemma. Waar Koolmees nu uit moet zien te komen. Is hij bereid om zo ver te gaan op de AOW? Ik waag te betwijfelen, hoor. Want een klein detail, er werd steeds naar de SER gevraagd. Ja. De vakbonden en werkgevers hebben de kroonleden, dat zijn onafhankelijke experts, hebben ze helemaal buiten werking gesteld. Dat zijn mensen die waarschijnlijk hier niet heel erg tevreden mee zullen zijn. En daar zit de politiek nu in de maag. Ja. Van gaan we op ramkoers met de polder omdat we iets beters willen? Ja. Of zijn we pragmatisch en denken, nou, oké, we doen het er maar mee. Ja, en Koolmees, wat is zijn positie hierin? Nou, ik denk dat Koolmees inhoudelijk hier heel ongelukkig mee is. Zeker als D66er, totaal geen keuzevrijheid. Ja, totaal zegen zijn lijn in. Maar ja, misschien kiest hij eieren voor zijn geld. Denk, ja, weet je, dan heb ik in ieder geval als minister iets. En dan zoekt de volgende minister maar weer uit om een echt goed pensioenstelsel te maken. Martin, dankjewel. En volgens mij ga jij hier nog heel veel mee doen de komende dagen. Zeker en heel druk mee zijn. Ja, ja, en tot zover DFT vandaag.